vlees? Vlees? Veggie? Of wereldkeuken? Volg gewoon je eigen goesting. Want onze Njamchefs tonen je hier de weg naar snel, makkelijk en lekker koken. Vandaag maak ik voor jullie uit de wereldkeuken zeebaars peppesan. Dat is een Indonesische pittige vis. Ik heb er speciaal een blouseje voor aangedaan van Batik. Die komt met een bumbu, spinazie en rijst. Nou, we gaan beginnen met de rijst. Die ga ik even wassen. Daarvoor heb ik een... neem ik een pannetje en... de rijst was ik omdat ik wat van het zetmeel wil wegspoelen. Dus niet zozeer om viezigheid weg te spoelen. En ik spoel het een aantal keer in de pan, zodat het water minder troebel wordt. En daarna gaat hij in de rijst koken. Welke rijst gebruik je van ja? Ik gebruik pandanrijst. En dat is, daar zit geen pandan in. Pandan is een bepaalde palmsoort. Mm-hmm. Maar het ruikt naar pandan. En het is eigenlijk hetzelfde als wat in andere landen wel jasmijnrijst heet. Dus dat is precies hetzelfde. Er zit ook geen jasmijn in, maar het ruikt ernaar. Oké. Okay. Stel, ik vind die in de winkel. Kan ik een alternatief gebruiken? Ja, in principe kun je ook andere... Ja, deze rijst wordt wel echt veel gegeten in Indonesië. Mm-hmm. Dus niet bijvoorbeeld basmati rijst. Maar er zijn meerdere soorten. En ja, jasmijnrijst is over het algemeen wel overal te krijgen. Ja. Zo. En door dat wegspoelen van dat zetmeel krijg je dus een mooie droge korrel. Dat is eigenlijk, daarom is het belangrijk. Nou, dan doen we de rijst in de rijstkoker. En ik hou altijd aan op de hoeveelheid rijst doe ik 1,5 keer zoveel water. Dus ik heb nu 300 gram, 75 gram per persoon. En daar doe ik dan dus 450 milliliter water bij. En dan zetten we de rijstkoker aan. En het fijne van de rijstkoker is dat je verder geen omkijk meer hebt naar de rijst. Dus die zetten we gewoon aan. Even kijken hoor, hier zet ik hem aan. Dat betekent dat je er verder niet meer naar om hoeft te kijken. En dat gaan we dan ook niet doen, want wij gaan ons nu met de vis bezighouden. Ik heb dus lekkere zeebaars. Het origineel is trouwens met makreel. Maar ik vond het wel lekker, want makreel heeft ook iets heel vet en een hele sterke smaak. Ik ga het nu al een beetje zouten, de vis. Klein beetje. Dan kan het alvast intrekken. En dan ga ik de bumbu maken. Nou, bumbu, jullie hebben misschien al iets eerder gezien van mij. Dat is een kruidenpasta. Dus in Thailand heet dat een kruidenpasta. En daar gaan verschillende dingen in. Limoenblaadjes. Dit zijn kemiri-noten, die kun je eventueel vervangen voor macadamia-noten. Ze zorgen voor romigheid. Er gaan lomboks in. En lombok is eigenlijk gewoon Spaans peper. Dus Spaans peper. Knoflook. Shallot. En ook wat tomaatjes. Die zorgen voor wat smeuïgheid. En ik ga vandaag niet in de vijzel de bumbu maken, want dan redden we het niet. En het kan prima met de staafmix en er gaat ook wat gember in. Dus het zijn hele frisse, pittige smaken. En de gember moet je natuurlijk eventjes schillen van tevoren. En dan gooi ik dat zo in de staafmixer en dan staaf ik daar een bumbu van. En die bumbu gaan we dan bakken. Dus zo simpel is het. Ook een leuke naam, hè? Bumbu. Bumbu klinkt heel leuk. Ja, bumbu is een beetje... En wat zijn dan de standaard ingrediënten van een bumbu? Of mag ik daar ook mee spelen? Nou, de standaard zit er altijd, bijna altijd, knoflook en ui in. Want ja, dat zijn de basissmaken. En je kunt daarin variëren, maar er zijn zoveel gerechten. Dus zoveel gerechten, zoveel bumbu's eigenlijk. Maar zeker, je kan hier ook nog geelwortel bijvoorbeeld aan toevoegen. Of je laat de tomaat weg. De tomaat zorgt
hè, dat het wat roder wordt en ook wat, wat minder pittig. Want alleen met de pepertjes zou het wel heel pittig zijn. Maar je hebt, nou ja, bijvoorbeeld voor sotto heb je een andere boemboe die is met geelwortel en zonder rode pepers. En je hebt op Bali een boemboe die ze ja, bijna voor alles gebruiken. En daar gaan heel veel ingrediënten in, ook specerijen. Dus van mij mag je experimenteren, maar ik zou toch aanraden... van als je nog niet super bekend bent met de Indonesische keuken... om dan gewoon wel te beginnen met de standaard boemboes... zodat je ze kan leren kennen en dat je de smaken kan leren kennen... en de smaken van de kruiden. Maar als je die een beetje kent, dan mag je heus zelf gaan experimenteren. Want vertel nog eens, Vanja, jouw roots liggen daar, hè? Op Indonesië of wat is de link met deze keuken? Mijn moeder is geboren op Java, dat is in Indonesië. En zoals veel andere Nederlanders was zij een kind van gemengde afkomst. En na de onafhankelijkheid van Indonesië konden de mensen kiezen of je blijft in Indonesië of je gaat naar Nederland. En nou ja, mijn familie heeft toen dus besloten om naar Nederland te gaan. En zo zijn er heel veel mensen in Nederland van gemengde afkomst. Dus, en hebben we dus ook heel veel toko's in Nederland. Echt op elke hoek van de straat vind je een toko. Nou, dat is natuurlijk hier wel ietsje minder, maar gelukkig zijn er ook toko's. En Aziatische supermarkten, daar kan je natuurlijk ook naartoe. Even kijken hoor. Ik ga deze... Zal ik er twee doen? Het wordt wel behoorlijk pittig dan. Denk ik. Ik laat de pitjes er gewoon in zitten. Mm-hmm. En ook de zaadlijsten van de pepers. Maar daar wordt het dus wel pittig van. Maar goed, ik hou er wel van. Dus we doen gewoon alles erin. En het fijne is van zo'n staafmixer dat je niet echt alles fijn hoeft te snijden. Hè? Dus ik heb de rode ingrediënten. Dan heb ik de knoflook. Deze zal ik nog een klein beetje kleiner snijden. De shallotjes. Het is best wel een grote shallot. Dus ik denk... Eigenlijk dat ik de helft doe, als ik het zo zie. Dan hebben we de gember. Bewaar een klein beetje gember voor de spinazie straks. Dan hebben we de kemiri-nootjes. En dan de limoenblaadjes. Nou, deze kun je ook gewoon, als je een staafmixer hebt, in hun geheel erin doen. Anders haal ik die nerf eruit als ik het fijn snij. Maar dat hoeft nu niet echt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dan een beetje olie erbij. Dat vergemakkelijkt het... Het blenderen, een klein beetje, zo. En dan gaan we dit met de staafmixer fijn malen. Duwen. Dan krijg je een mooie... Kijk, ik zie dat het niet super rood is, dus ik voeg er nog even een... Oh. Er komt trouwens ook een belangrijk ingrediënt nog bij en dat is natuurlijk zout. Mm-hmm. Hop, heel fancy dit. En even die tomaatjes, dat het ietsje roder wordt. En als het helemaal fijn gemalen is, mag echt een pap zijn, dan is het klaar. Kijk, dan zie je dus dat het zo eruit ziet. Stel, ik heb te veel, zou ik die nog lang kunnen bewaren of misschien zelfs invriezen? Ja, je kan het zeker goed invriezen. Ik zou het wel eerst bakken daarvoor. Dan blijft het langer houdbaar dan rauwe ingrediënten. En dan, nou, dan heb je de volgende keer eigenlijk gewoon een cadeautje. Even zoeken hoor. Ik sta nu voor het eerst in deze keuken. Wat zoek je? Kan ik helpen? Ja, ik heb het gevonden. Pan, want we gaan deze boemboe eventjes bakken. Een rauwe boemboe kan soms ook, maar ik vind eerlijk gezegd als je het maakt met de staafmixer, dan is het niet zo lekker om het rauw te eten. Want doordat het vermalen wordt met een mes, heb je toch dat bittere van de ui. En als je het in een vijzel maakt, dan heb je dat veel minder. Maar alsnog is het lekkerder om de boemboe even te bakken. En dan komen de smaken vrij, dan gaat het een beetje garen. Ik doe een rauwe ui zo eten. Is ook niet zo lekker, of rauwe knoflook. Dus deze doen we in de pan.
Ik doe er geen olie bij, want er zit al olie in de... Oh, ja, in de olie. Deze camera. Hallo. Even kijken. Is het warm genoeg? Deze plaat ben ik ook niet gewend, dus ik ben eventjes aan het zoeken. En nu, ja, begint al warm te worden. Is het zaak dat je de boemboe lekker bakt tot die lekker geurt. En dat is iets wat je misschien een beetje moet leren. Van wat is lekker? Maar in het begin zal het een beetje rauw ruiken en frissig. En naarmate het wat langer bakt, wordt het... ja, ruikt het minder rauw. Kijk, en waar je ook aan kan zien of de boemboe gaar is, is als het vocht is verdampt. Als het nog heel nat is, dan smaakt het gewoon te heftig. En wat we gaan doen met deze boemboe, die smeren we straks op het visje. En die gaat nog even in de oven. Kijk. Best wel door blijven roeren, best wel bij het vuur blijven, hè, als je die pakt. Ja, je kan het nu... Ik moest heel even wachten tot het wat heter werd. Nu heb ik het ietsje lager gezet. En je kunt wel in principe nu ook iets anders gaan doen. Wel in de keuken wel erbij blijven, maar je kan bijvoorbeeld al... het bananenplat klaar gaan maken. Maar ik zou er toch wel bij blijven, ja. Omdat ook als je niet roert, ja, dan is het misschien de onderkant wel gaar, maar de bovenkant niet. Mm-hmm. En bovendien, ik gebruik geen olie. Dus je wilt ook niet dat het gaat aanbakken. Nou, en die bereiding met het bananenblad, pepesan, daar heb je ontzettend veel variaties op. Je kunt alles in bananenblad pakken en dat doen ze ook in Indonesië. Dus bijvoorbeeld ook tahu, tempeh, maar ook kippakketjes met rijst, echt van alles. En ja, het leuke daarvan is dat je gewoon eigenlijk een soort verrassingspakketje op je bord krijgt. Dat is vooral voor de vorm, neem ik aan, dat is niet eetbaar. Of toch niet de bedoeling dat je dat bananenblad opeet? Nee, het is niet de bedoeling dat je bananenblad op gaat eten. Nee. Want als ik een bananenboom of een plant of zo in mijn woonkamer heb staan, dan zou ik het ook daarmee kunnen doen, toch? In principe wel, ja. Ik heb deze bananenbladeren heb ik wel even van tevoren gewassen. En soms zijn ze ook nog wat stug, dus dan zou je ze ook kunnen stomen van tevoren. Maar in principe kun je dat gewoon gebruiken. En het is niet alleen decoratief, het geeft ook wel een bepaalde smaak af, een aroma. Nee. Een beetje als dat pandan bijna eigenlijk. Ja. Nou, terwijl dit lekker bakt, kunnen we ook alvast de visjes bakken. Want die bak ik heel eventjes op de huid. En dan gaar ik ze af in de oven. Dus ook daarmee een gerechtje wat je eventueel voor zou kunnen bereiden. Ik werkte ooit in een Indonesisch restaurant en daar bakten we ze alle visjes voor. En dan op het moment dat we een bestelling hadden, dan in de oven. En binnen 20 minuten stond er een maaltje op tafel. Nou, ik wacht heel even tot de pan heet is. Even ruiken. Ruikt lekker, maar ook nog een beetje rauw. Dus echt wel 5 minuten zeker mag je de boemboe bakken. Ja, je ruikt ook echt de pit, hè, de boemboe. Ja. Ik zal hem even proeven, want het is altijd goed om eventjes te proeven van... gaat dit de goede kant op? Neem maar eens heel lekker rijst, Vanja. Wat proef je? Ik proef heel veel pit. Mm-hmm. En een beetje frissigheid en zuur, niet te zout. Dus het is goed dat ik de vis ook gezouten heb. En het proeft niet meer rauw of bitter. En dat wilde ik eigenlijk gewoon testen. Dus als dat het geval is, dan kan je deze uitzetten. Deze die zet ik eventjes van het vuur af. Dat kan natuurlijk niet op de... Mag ik het even hier neerzetten? Ja, zet maar op het aanrecht. En dan ga ik de visjes bakken. Het is ook lekker pittig, maar... niet super pittig. En het is ook een beetje fruitig, omdat ik die Spaanse pepers heb gebruikt. Je hebt ook die kleinere... Sorry, even een tangetje voor de visjes pakken. Ik ga ze op de huid bakken. En ik vertelde net over die pepertjes. Je hebt ook van die kleine pepertjes, van die Thaise chilipepertjes. En die zijn ook lekker. Die zijn echt heel pittig. Wat ik lekker vind van die grotere, is dat ze ook nog wat voor wat fruitigheid zorgen. Nou, bak die filetjes op de huid. En je kunt ook een andere vis gebruiken. Hè? Ik bedoel, het ligt eraan wat voor seizoen zit. Zeebaars is
eigenlijk de meeste tijd van het jaar wel goed. Behalve in april, mei, juni is hij wat magerder. Maar je kan dus de makreel gebruiken, wat origineel gebruiken. Maar je kan ook dorade gebruiken. Harder vind ik zelf een hele lekkere vis die je in de winter kan gebruiken. Ietsje zachter. En, oeps, als het visvlees nou aan de rand een beetje gaat garen, hoeft het dus niet helemaal door te bakken, want het gaat nog in de oven, dan kan je de vis uit de pan nemen. En je bakt die in olijfolie, heeft dat een reden of zou je dat ook in boter kunnen doen? In boter, ja, natuurlijk kan dat. Ja, dat hebben ze alleen niet echt in Indonesië. Ah, okay. Maar, omdat het daar te warm is en die zou ja, smelten? Dus het zou wel kokosolie kunnen of ja. Nog heel eventjes. En ik gebruik zelf ja, ook vaak zonnebloemolie voor Aziatische gerechten. Gewoon omdat het neutraal van smaak is. Mm-hmm. Even kijken of die al een beetje mooi aan de onderkant... Ja, hij heeft al een beetje een mooi bakrandje. Dus we zouden de vis op voorhand kunnen bakken, dan maar die nog in de oven en die droogt dan niet uit? Nee, het droogt niet uit vanwege dat bananenblad. Dat houdt het vocht vast. Nou, deze zet ik hier neer. En dan heb ik hier mijn pakketje. En ik leg het even over een spatel is... Iets waarmee ik zo dat visje... Ja. Oh nee, ik ga het eerst... Eerst gaan we de vis besmeren met de boemboe. Zo. Dus je legt hem erop. En dan leggen we daar lekker... die heerlijke boemboe op. Ik heb nu al zin in dit gerechtje. Prachtige kleuren ook. Hè? Ja, het ziet er heel mooi uit. En... Nou, hop, lekker veel, lekker pittig. En dan leggen we dat ondersteboven erop. Zodat je mooi de huid van de vis... Nou is het wel een beetje vies hier, dus dan moet ik het misschien even hier opleggen. Zo, leggen we het zo erop. Kijk. Het visje ligt hier mooi. En dan ga ik dit losjes dichtvouwen. In Indonesië... Even mijn vingers aflikken. In Indonesië vouwen ze het pakketje echt strak dicht. En dan wordt het vaak ook gestoomd. Dus het hoeft ook niet... Het kan ook in een stoompan stomen, bijvoorbeeld. Maar ja, dan ziet het er wel uit als iets waar een vrachtwagen overheen is gereden. En dat vind ik dan zo zonde van zo'n mooi visje. En die smaken trekken er dan wel in. Maar als je het openmaakt, denk je van... Oh, wat is dit? Dus daarom heb ik bedacht, ik doe het gewoon losjes. Zo blijft de vis mooi intact. En ik zet het vast met een beetje, met een prikkertje. Zo. Ik kan ook een satéprikkertje gebruiken. Hè? En zo stoomt het eigenlijk losjes in de oven. Zo. Dus deze leggen we op een bakplaat. Je doet er natuurlijk eentje per persoon. Ik doe er nu even één, maar het is één per persoon. En die doen we dan nog 10 minuutjes in de oven. En die oven die is voorverwarmd op 180 graden. Nou, de rijst wordt gekookt. De vis zit in de oven. En dan gaan we nu nog wat groenten erbij doen. Want ik hou altijd wel van lekker groenten. Deze zetten we eventjes hier neer. Dus ik had spinazie, maar je kan van alles. Je kunt er boontjes bij serveren. In Indonesië heb je kangkoen, dat is waterspinazie. Dat is ook heel erg lekker. Je kunt er broccoli bij serveren, net wat jij lekker vindt. En omdat ik nog een beetje gember over heb, rasp ik die er ook bij. Dus dan nemen we nog een koekenpan. Zo. Hoe zitten we? We zijn er bijna. Nog een beetje... Kijk stiekem eventjes naar de tijd. Ja, ik denk dat je dit gerechtje wel binnen de 20, 25 minuutjes zou kunnen maken. Ja. 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 Volgens mij gaat het wel lukken. Mm-hmm. Nee, deze rasp niet. Deze, ja. De spinazie die is echt zo klaar. Dat is dat roerbakje echt een minuut. En als het goed is, is alles dan op tijd klaar, samen met de vis.
En de rijst. Is dit gerechtje ook iets dat ze in Indonesië op een doordeweekse dinsdagavond zouden eten? Oh ja, zeker ja. Wel. Ja, ze eten de hele dag door. En ze, ze eten fantastische dingen. Dat is, ja, dit soort, ook die boemboes. Bij elk eetstalletje kun je dit soort heerlijkheden en ook groenten. Kijk, deze boemboe, die kun je bijvoorbeeld ook voor groentes gebruiken. Hè? Je zou hem ook hier, als je het vegetarisch wil houden, dan zou je hem ook met de spinazie kunnen roerbakken of met een ei. Dus... En, standaard in de koelkast van Vanja van der Leren zit er ook een potje boemboe in. Ja. En als je maakt, maak dan gewoon wat je al zei, maak gewoon veel. Want je kunt het makkelijk invriezen. Nou, deze nog eventjes. Roerbakken en terwijl het roerbakt, ras ik er dan een klein beetje gember bij. Ik bak het ook maar heel kort, zodat het net geslonken is. Zodat je niet van die natte bladeren hebt. Zo. Een beetje zout nog erbij. Het moet ook een heerlijk cadeautje zijn als foodie om indoor roots te hebben, toch? Is dat een cadeautje? Toch, ja. Als je die culinaire achtergrond hebt. Ja, nou ja, ik denk dat het... Ja, het maakt sowieso dat ik heel erg van eten en koken hou. En inderdaad zoveel extra smaakmakers tot mijn beschikking heb. En het is ook zoveel saaier dan die... Of lekkerder dan die saaie Hollandse pot. Of Belgische. Ja, en dat vind ik dan nog wel lekkerder. Want jullie weten er nog echt heel veel zorg aan te besteden. Maar misschien maak ik nu mensen boos in Nederland. Ik word toch ook steeds vaker verrast door de Nederlandse keuken, hoor. Ja? Ja, toch wel. We hebben ook in dit programma Sarah Pozzo, die heerlijk kan koken. Mounir Toep, ja. Die ook fantastische gerechtjes maakt. Ja, maar dat is ook niet echt Hollandse pot. Nee, dat is waar. Nee. Dat is ook wereldkeuken. Ja, een kneepje citroen zou hier trouwens ook nog wel lekker bij zijn. Maar nou, die heb ik nu niet. Maar kijk, zie je, het blad is nog bijna nog niet volledig geslonken. Dus dan haal ik het eraf, want het, ja, het slinkt gewoon verder in de pan. En dan is het nu wachten op de... Nou, de rijst is inmiddels gaar. Die scheppen we op het bord. Zo. En dan pakken we ook de pakketjes even uit de oven. Gaat dus ook heel mooi een beetje krullen door de warmte. Kijk, dit ziet er toch fantastisch uit. Dat vouw je dan zo mooi open. Leg je naast de rijst. Beetje zo. Of je laat de mensen aan tafel het openvouwen, dat is misschien nog wel leuker. Een beetje spinazie erbij. En kijk eens wat een mooi, gezond, spicy maal. Ik doe er ook nog een beetje basilicum bij. Dat vind ik een heerlijke combinatie hier. In Indonesië hebben ze citroenbasilicum. Maar met gewone basilicum kan het ook. En kijk eens, voilà, dit is de zeebaars peppersan. Met spinazie en pandan rijst. En als je het recept wil namaken, ga dan naar jan.tv. Daar vind je het hele recept. Morgen kookt Christer Elfing snel, makkelijk en lekker. Hij zet dan een vleesgerecht op ons weekmenu. Tot dan, tot Jan.